Iedereen bedankt. Ik verheug mij van hier tussen jullie te zitten. En vandaag zitten we natuurlijk speciaal bij elkaar voor een heel speciaal thema, maar ook bij Rusland. Daar moeten we een keer een paar ideeën over denken. Europa, waaraan denkt u eigenlijk als ik dit begrip uitspreek? Als ik dit begrip bij naam noem? Met Europa denk ik bijvoorbeeld aan een rijke geschiedenis. Een geschiedenis van kathedralen, van prachtige marktpleinen. Ik denk aan ontdekkingsreizen, aan prachtige literatuur en muziek, aan wetenschappelijke ontwikkelingen. Ik denk aan een lappendeken bestaande uit verschillende volkeren, allen met dezelfde Indo-Europese wortels. In het zuiden van Europa vochten we ooit om te overleven. Het was een kwestie van leven of dood. Vreemde volkeren trachten ons te overheersen en onze cultuur te veranderen. Na een paar belangrijke veldslagen wierpen we het juk af. Karel Martel staat symbool voor de heropstanding. De slag bij Poitiers in oktober 732 betekende eigenlijk een heel belangrijk keerpunt. We heroverden verloren gewonnen posities. Europa, dat is het avondland, daar waar de zon ondergaat. Hier speelt de tijd een belangrijke rol. Rusland, waaraan denkt u als ik het begrip uitspreek, als ik het bij naam noem? Ik denk eigenlijk eveneens aan een rijke geschiedenis, onmetelijke vlakte, elf tijdzones. Een geschiedenis van prachtige steden, mooie dorpen. Ik denk ook in hun geval aan ontdekkingsreizen, aan prachtige literatuur en muziek en aan wetenschappelijke ontwikkelingen. Zij die aan de basis liggen van dit prachtige land hebben dezelfde Indo-Europese wortels. In het oosten en in het zuiden van Rusland vochten we om te overleven. Het was een kwestie van leven of dood. Vreemde volkeren trachten ons te overheersen en onze cultuur te veranderen. U ziet het vergelijken. Na een paar belangrijke veldslagen wierpen we ook daar het juk af. Dimitri Donskoy staat symbool voor de heropstanding. De slag van Kulikova op 8 september 1380 betekende eigenlijk een belangrijk keerpunt. We heroverden verloren gewonnen posities. U weet, de Mongolen waren heel ver doorgedrongen. Rusland is van hier gezien eigenlijk het ochtendland, daar waar de zon op staat. Hier speelt ruimte een heel belangrijke rol. Tijd en ruimte zijn twee begrippen die samen het lot bepalen. Maar het lot heeft iets heel belangrijks als eigenschap. We kunnen zelf een deel van ons lot beïnvloeden. Een priester in Den Dromonde vertelde ooit aan de preekstoel: de boer mag nog zoveel bidden als hij wil. Indien hij niet zaait, zal er geen oogst komen. De man wordt omwille van deze wijze woorden door zijn overste afgezet. Wij, Indo-Europeanen, van de Gibraltar tot Vladivostok, leggen ons soms te gemakkelijk neer bij zaken die boven onze hoofden betisseld worden. We laten ons al te gemakkelijk door machtige vijanden uit elkaar spelen. We laten ons door machtige vijanden al te gemakkelijk verdelen. Europa wordt tegen haar grote buur in het oosten opgestookt. En geloof me, omgekeerd gebeurt er ook. Laten we, conform aan deze wijze woorden van deze Delderlandse priester, zelf zaaien. Laten we leren om onze gemeenschappelijke geschiedenis beter te begrijpen. Hierdoor krijgen we zicht op onze toekomstmogelijkheden. Sommigen zeggen: Europa is tijd, Rusland is ruimte. Europa is de vorm, de ratio. Rusland is het hart, de emotie.
In dit seminarium zal dokter Pavel Tulajev op een voor ons unieke wijze de groot-Europese tijd en ruimte onthullen. Ruimte, geografie, verleden, geschiedenis, heden en toekomst, dus archeofuturisme. 8 avonden lang krijgt u de kans om kennis te maken met een unieke visie op de relatie Europa en Rusland. 8 avonden lang krijgt u thema's aangeboden die u in dit door de Angelsaksen overheerste werelddeel nooit te horen krijgt. Het is geen toeval dat Vlaanderen opnieuw gastheer is van de Euro-Russische gedachte. Deze gedachte was in onze contrijen steeds levendig. Vlaanderen onderhield al vanaf de middeleeuwen goede contacten met Rusland. In de 16e eeuw stond Antwerpen, waar we hier zijn, stond Antwerpen op de eerste plaats wereldwijd van de handelscontacten met Rusland. Toen, na 1585, Amsterdam dankzij de toestroom van de vele Vlamingen gouden jaren kende, namen de handelscontacten met Rusland ook vanuit deze havenstad toe. U begrijpt het al, we hebben ons eveneens verdiept in de relatie tussen de Nederlanden en Rusland. Het is niet de eerste maal dat dokter Pavel Tulajev hier in de Vlaanderen te gast was. Vorig jaar exposeerde hij in Dendermonde werken van hedendaagse Russische schilders. Een tentoonstelling die op ruime bijval kon rekenen. Wie is deze man eigenlijk? Pavel Tulajev zag het levenslicht in 1959, daarmee kan u zijn leeftijd schatten. Hij is schrijver en lesgever. Hij is director van het Russische Atheneum en, mooi woord, PhD, in de geschiedenis. Hij is vice-president van de Moskouse afdeling van European Synergy. Dit wat onze kameraden van de stukkers goed kent. En een van de belangrijkste kopstukken van Nieuwrechts, van de Nieuwrechtse en de Slavische beweging in Rusland. Hij is auteur van vele publicaties in verschillende genres in Rusland. Hij schreef over Rusland, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika. En al die werken ga ik hier niet meer opnoemen, want het is te veel om op te noemen. Maar het zijn er heel wat. Hij gaf ook verschillende werken uit van andere auteurs. En ik ga ze dus noemen, bijvoorbeeld, het is een boek dat ik thuis ook heb, José Antonio Primo de Rivera. Boeken van Guillaume Fay, Anthony Sutton, voor zij die dit een beetje kennen. Pavel Tulajev's werken zijn gepubliceerd in verschillende vreemde talen, dus niet Russisch vanuit zijn punt. Sommige van zijn artikelen en interviews zijn verzameld in het boek The White Struggle in Russia, dus Moskou 2007. Maar hij heeft nu ook recent een nieuw boek geschreven, dus The White World in My Heart. En u gaat misschien vergeten, de titel is een beetje misschien misleidend voor sommigen, maar het is nu half correct. Dus ik ga niet om dat is correct. De man zal u deze avond en de komende 7 avonden natuurlijk wegwijs maken in de mooiste idee die wij Europeanen tezamen kunnen beminnen. De Euro-Russische idee.